Welkom bij Gedieren TV. In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je een blokkendeur kunt afstellen. Ja, je kent het allemaal wel, op het moment dat je een blokkert hebt staan, zo'n houten blokkert. Ja, in de winter, door de kou en door het vocht, gaat hij uitzetten en in de zomer krimpt hij weer. Dus dan kun je wel eens hebben dat je deur wat lastiger sluit. Nou, hier heb ik het ook voor dit type blokkert. Ik ga je straks even laten zien hoe je dat bij drie verschillende type blokkerten kunt oplossen. Nou, zoals je ziet, klemt deze blokkendeur behoorlijk. Het komt puur omdat het hout is uitgezet. Ik begin altijd even om te kijken of het kozijn nog waterpas staat. Want het kozijn kan altijd nog iets bewegen, doordat het gewoon geklemd zit om het blokkerprofiel en niet vastgeschroefd zit. Ja, dat moet ook niet, want anders kan het blokkerprofiel ook niet meer uitzetten. Nou, deze staat nog goed waterpas. Dus daar hoef ik in dit geval niks aan te doen. Ik kan het hier mooi met de scharnieren oplossen. Dan heb ik hier het voordeel dat hier gewoon inbusjes in zitten. Maar dat ik de scharnieren makkelijk kan stellen. Nou, allereerst, voordat ik ga stellen, moet ik kan niet lukraak zomaar ergens aan gaan draaien. Moet ik even gaan kijken waarom die klemt. Nou, hij komt eigenlijk doordat deze gewoon te ver uitgezet is naar binnen. Dus ik moet zorgen dat hij hier iets terug gaat. Nou, er zitten hier verschillende inbusjes in. Hier zit er eentje aan deze kant. En als ik die draai, dan draai ik eigenlijk het scharnier verder in de deur, waardoor de deur deze kant op komt. Dus dat moet ik bij beide scharnieren even doen. En dan komt hij naar voren. Dan zit er hier nog eentje. Daarmee kan ik de hoogte stellen. Op het moment dat ik de hoogte opdraai, dan kan ik de deur in hoogte stellen. Nou, deze zitten al mooi even hoog, dus hoef ik hier niet te doen. En dan heb ik er hier nog eentje. Daarmee kan ik hem verder tegen de blokkert aandraaien of eventueel iets eraf draaien. Voor als die hier niet lekker sluit. Ik heb deze deur nou iets teruggedraaid. Ik heb hier te maken met een dubbele deur, dus ik haal hem even los. En dan zie ik dat hij onder ook een klein beetje klemt. Dus gaan we kijken of we dat ook op kunnen lossen. En deze draai ik weer ook op dezelfde manier. Nou, dan hebben we hier weer een ander type blokhut met ook een ander soort scharnieren. En zoals je ziet, zie je het probleem dat de deur niet in het slot valt. Hij valt eigenlijk meteen weer open. Nou, en als we hem dan dicht doen, dan zien we eigenlijk al dat deze deur hier hoger staat dan deze. Dus ik vermoed dat hier het probleem is dat de kozijn niet helemaal waterpas staat. En dat als ik dat hier ophoud, dan bevestigt dat ook al. Dus ik begin eventjes om de deuren te openen. En dan ga ik even voorzichtig met een rubberhamertje het kozijn weer op zijn plek tikken. Nou, hij gaat nog niet helemaal zoals ik gehoopt had. Dus wat ik nu even doe, is eventjes de schroeven aan de achterkant die hier om het kozijn heen klemmen een stukje losdraaien. Dan krijg ik iets meer ruimte. Zorg er wel voor dat je in ieder geval de bovenlat wel even vasthoudt. Dus zorg ervoor dat het kozijn niet helemaal uitvalt terwijl de deur eraan hangt. Nou, dan heb ik het kozijn mooi waterpas gesteld, maar dan zie ik dat hij nog steeds niet past eigenlijk. Dus wat moet ik nu gaan doen? Nou, ik heb hier geen inbusjes zoals bij die andere blokkert waarmee ik hem op kan draaien. Dus ik moet even de deur in het geheel eruit tillen. En dan zitten heel mooi deze dingetjes eraan. Als ik die wat verder in de deur draai, want ik heb hier eigenlijk in het midden te weinig ruimte. Dus ik moet ze allemaal even een klein stukje aandraaien. Dat doe ik aan de andere kant ook zo. En dan net zo lang totdat hij weer past. Dus ik moet het een aantal keer gaan doen. Ja, en ook deze sluit weer naar behoren. Er zit wel een heel klein stukje hoogteverschil in, maar dat is echt minimaal. Hij sluit in ieder geval weer goed. Ja, en van het voorjaar zal ik deze ook weer iets ruimer kunnen zetten, zodat hij weer mooi sluit. Ja, en dan heb ik hier nog een andere deur die ook behoorlijk klemt. Als ik hem open heb, gaat hij bijna niet meer dicht. Dan moet ik echt wel moeite doen. Dus die ga ik op dezelfde manier even afstellen als die vorige. Kijk eerst weer of het kozijn waterpas staat. Ja, dus in dit geval is die mooi waterpas. Dus hier kan ik het alleen maar redden door de scharnieren iets naar binnen te draaien. Ik haal de beide de deuren er even uit. En dan ga ik de scharnieren iets indraaien. En dan moet hij weer goed sluiten. Nou, die sluit ook weer mooi. Je hebt nu kunnen zien hoe makkelijk het is om zelf je deuren af te stellen, mochten ze gaan uitzetten of gaan krimpen.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.